We hebben niets gestolen. Alleen gebruikt. Luister, meneer Blik. Haal ons op en we beloven je dat we een gelijkwaardig geschenk zullen brengen. Aha, dat kan interessant zijn. Ze heeft gelijk, meneer Niblik. Een gelijkwaardige schat, echt waar. Zij, Megan, een gelijkwaardige schat? We brengen u iets beters. Ik stel een voorwaarde. Huh? Megan, jeetje. Voel je je niet lekker? Dit is geen goede onderhandelingspositie. Als wij u een andere schat brengen, kunt u dan de wensen van de vreemde munten verbreken. Klinkt redelijk, ja. Niet dat het goed wil zijn, maar vooruit. Oké, afgesproken. Kom binnen. Oké, let op. Jullie brengen mij dus iets dat beter is als de munten. Trouwens niet eenvoudig en ik verbreek de wens. Maar kunt u niet nu alvast de wens verbreken voor Ponyland in een woestijn verandert? Ik leef in een woestijn. Jullie verdoen mijn tijd. Breng me iets leuks en we kunnen praten. Wat geef je aan een trol? Waarmee doe je een trollenlol? Wat dacht je van een klavervier? Op deze gooi diamanten hier. Yeah! Wat geef je aan een trol? Yeah, Megan. Waarmee doe je een trollenlol? Wat dacht je van een mooie pruik? Of van een waterkattenstruik? Misschien houdt hij van peperkoek. Of van een heet leuk plaatjesboek. En dacht je van een mooi boeket? Hoi jakkes, dat is helemaal niet leuk. Ik geef hem een mooi vuurwerk cadeau. Wat geef je aan een trol? Waarmee doe je een trol? Wat geef je aan een trol? Het antwoord weet ik niet. Wat geef je aan een trol? Het antwoord weet wij niet. Hey Puk, wat denk jij dat Niblik leuk vindt? Ik weet het! Die oude trol zou vast graag het hart van vuur willen hebben. Wat is dat? Het is een vurige rode robijn die midden in het hart van de krater staat. Of anders misschien wel de gouden roos uit de doolhof. Of misschien de groene smaragd uit de ruïnes van het oude verband. Nou, dan splitsen we ons op in 3 groepjes, zodat we zeker met 1 cadeau terugkomen. Hou ze even onder de waterstraal. Dan kunnen ze er weer tegen. We zullen terug moeten naar Paradise Estate. Er is geen andere keus. Maar wat doen we als daar ook geen water meer is? Er is vast en zeker water. Dat moet. Ik weet zeker dat dit ongeluk brengt. Ik voel het. Ach, wat allemaal inbeelding. Het is gewoon een oude tuin. Spike! Kijk eens, deze boomdieren leven. Natuurlijk leven ze, want het zijn toch planten? Kijk daar, daar is de roos. Spike, stel dat die boomdieren de roos bewaken. Ach, wat onzin. Je leest veel te veel stripverhalen. Oh, jakkes. Je krijgt toch nog gelijk. Jongens, ik heb een voorstel. Rennen! Hé, hey, wacht eens even. Ik zei toch dat het planten waren? Nou, en planten haten? Vuur! Kom op! Goed gedaan! Niblik zal het prachtig vinden. Ik haat bloemen. Oh ja? Ik bedoel, hij is voor u, lieve meneer Niblik.
We hebben hem speciaal voor u gehaald. Ze ruikt heerlijk. Ruik maar eens. Jij idiote draak. Ik wou zeggen dat ik geen last van hooi, maar rooskoorts heb. Oh, ik hoop toch dat die anderen meer geluk hebben als wij drieën. De groene smaragd is daar binnen. Maar kijk uit, er zijn veel valkuilen hoor. En waarom verbaast me dat niet? Ach, kom op, zo erg zal het niet zijn. We nemen geen risico's. Ik zal hem wel halen. Is gebarsten. Heel leuk, jongens. Maar de volgende keer beter. Hoe krijgen we dat hart van vuur te pakken als we op de top zijn, Megan? Ik stel voor dat we maar eens eerst boven zien te komen. Je bedoelt zeker dat we het misschien via een brug kunnen pakken? Ja, natuurlijk. Nou, we zijn er. En er is geen brug. Hoe komen we daar nu weer? Kun je er niet heen vliegen, Windwisseler? Theoretisch wel, ja. Maar de warme lucht van de lava zal het wel heel moeilijk maken. Maar ik doe mijn best. Let maar eens op. Windwisseler! Het is zinloos. De warme lucht drukt me omhoog. Wat moeten we nu doen? Voor mij is het ook onmogelijk. Fizzy, jij misschien niet, maar wel een van je bubbels. Ja, natuurlijk. Ik kan bubbels maken, grote en kleine. Stuur de bubbel zo dicht mogelijk langs de robijn. Oh, Megan, de bubbel is te zwaar. Ik heb hem niet onder controle. Concentreer je op het vliegen. Ik zal hem pakken. Ik zou wensen dat ik op dit moment wat meer inspiratie zou hebben. Wensen? Maar natuurlijk, dat is het. We hebben nog 2 munten over. Maar welke munt moeten we nou nemen? Geen tijd voor discussie, Megan. Neem er 1. Snel. Ik wens dat we zo licht als een veertje zijn. Voor 1 minuutje. Kijk! Ja, de mens komt uit! Oh, wat leuk! Zoiets moois heeft Niblik vast nog nooit gehad. Oh nee, en wat dacht je hiervan, jonge dame? Als dit alles is wat jullie mij kunnen bieden, kunnen jullie beter vertrekken. Maar ik stel 1 voorwaarde. En wat
is die voorwaarde, meneer Niblik? Dat ik jullie nooit meer zie! Hey, jakkes, wat is dat een bullebak, zeg? Ik zou blij zijn als ik jullie heb afgeleverd in Ponyland. Of gaan jullie ergens anders heen? Waar kunnen we anders naartoe? Ik hoop alleen dat de baby zeeponies in orde zijn. Dit is al het water dat ik kan vinden. Sorry hoor. Je hoeft je niet te schamen, want er is nergens water. Maar er moet water zijn. Ik ga zoeken. Baby Lofty, wacht! Geen water. Geen water, Molly. Het is al goed, je hebt het geprobeerd. Er moet snel iets gebeuren. Hé, hey, kijk daar! Ik geloof dat er brand is. Wel ja, dat kan er ook nog wel bij. Ik zal gaan kijken. Het is brand en het komt deze kant op. Breng snel de babyponies weg. Ja, misschien lukt dat. Ik wens dat het vuur uitgaat. Oh, het lukt niet. Ja, het is de verkeerde munt voor die wens. Big Whistler, ik ben blij je te zien. Klim op mijn rug. Je hebt mijn leven gered. Zou niet anders kunnen, Megan. Ik riskeer alles voor een vriend. Ten slotte is vriendschap het mooiste geschenk dat bestaat. Vriendschap! Handen schudden, maar natuurlijk! Nu weet ik wat ik moet doen. Megan, is er nog redding mogelijk? Ik denk van wel, als er nog tijd is. Blijf blussen allemaal. Whistler vliegt sneller dan je ooit gevlogen hebt. Naartoe, Megan? Terug naar Nibbliks huis! Meneer Niblik! Meneer Niblik! Wat? Jij weer? Je moet wel lef hebben om hier nog eens te laten zien! Wacht! Ik heb het perfecte geschenk voor u! En het komt van uw eigen munten! Ik hoop dat je gelijk hebt, anders... Het lukt zeker, hoop ik. Ik wens. Rennen! Oh. Oeh, wat een engert. Hé, hey, wie vraagt jou iets? Ik zal zo vrij zijn even in dit varkenskot rond te kijken. Al weet ik nu al dat ik daar spijt van krijg. Ongelooflijk! Wat een puinhoop! Wat bent u eigenlijk, meneer? Een trol of een zwijn?
Er is misschien een klein beetje rommel. Rommel? Ha, rommel! Ha, begin maar eens met een raam of 7 open te zetten. Het is ongelooflijk wat sommige mensen al zichzelf aandoen. Hé, hey, was dat jouw bedoeling? Het leek me een goed idee, maar ik geloof... Een goed idee? Maar het was een geweldig idee! Oh ja? Oh zeker! Ik was vergeten hoe eenzaam ik was. En dit huis kan best iemand gebruiken om het schoon te houden. Dit is niet te geloven! Wat was je wens? Het mooiste geschenk. Vriendschap. Deze vriend is meer waard dan alle munten in Ponyland. Wat kan ik voor jullie doen? Hef snel de kracht van de munten op. Laat het weer regenen. Oké, let op. Paradise Estate is verloren. Hey, wat is dat? Het regent! Hoera! Het regent! Eindelijk! Heerlijk dat alles weer normaal is, hè? Mijn idee, hoor! Ik vond het maar een eng avontuur! Ons water is weer terug! Ik weet niet hoe ik jullie moet bedanken... Maar dit ventje is meer waard als alle... een vriend is een... Ik begrijp wat je zeggen wil, Niblik. Vriendschap is een kostbaar bezit. Een vriend is voor altijd een vriend. Heb jij voor altijd en hij laat je nooit meer alleen. Een vriend... Is er altijd, is er altijd als je eenzaam bent of alleen. Dat is je vriend die je nooit kan verliezen. Wat is de rijkste schat die je zou kiezen? Een vriend.